Hoi allemaal, welkom terug bij Kimia. Ik ben Yvonne en vandaag is het 19 december. Dus dat betekent dat we envelopje nummer 19 open mogen gaan maken. En zijn jullie ook benieuwd wat erin zit? We gaan het zien. Hoe vinden jullie trouwens al die stampjes worden? Hoe vinden jullie ze eruit komen? Ik vind echt wel dat hele superleuke tussen zitten. Die je ook al vaker zal gaan gebruiken. En dit is een soort takkenbosje. Ik heb het natuurlijk al uitgedraaid, want anders dan zitten jullie alleen maar te kijken hoe ik dingen eens aan het uitdraaien ben. Dus hier gaan we wat moois mee maken. Deze leg ik even aan de kant. Ik heb, even kijken, waar heb ik hem gelaten? Het takkenbosje heb ik hier zo. En verder heb ik gebruik gemaakt van stencil nummer 21. Dat zijn deze leuke streepjes. En die heb ik alvast op het label gedaan. Om te kijken hoe dat eruit kwam. En ik vond het best wel grappig. Dus die gaan we hier zo meteen opplakken. En ik heb wat glitterpapier. En daar heb ik een soort kerstballetjes mee uitgedraaid. Dat is een standset ook van Gummiapan. En dat is deze. Dat is de D230867. Dus ik heb de balletjes en de ster uitgedraaid. Van rood glitterpapier. Dus dat gaan we erop plakken. En ik heb ook nog dit stempeltje. Merry Christmas. Dat is een soort negatief, zeg maar. Dus dat donkere gedeelte, dat stempel je. En dat Merry Christmas, dat is dan in wit. En dat is 231-00-310. Hij is, nou ja, het kost maar een euro. Dus het is echt super grappig voor die prijs. Ik ben nog steeds een beetje verkouden. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ik heb deze uitgedraaid. En deze heb ik meerdere keren gedaan. Dus die gaan we er zo meteen lekker opplakken. En dan gaan we er een kersttafereeltje van maken. Ik heb hier zo een lijmstift. Dat is gewoon een purple glue stick. Even kijken hoor. Die heb ik een keertje ergens gekregen. En daarmee ga ik over de achterkant. Ik heb hem even op een tissueetje gelegd. Zodat niet alles onder de lijm zit. Die heb ik een keertje ergens op een beurs, geloof ik, gekregen. Waar is mijn... hier is mijn pincetje. Kijk eens aan. Het enige nadeel van paars is natuurlijk dat het wel paars is. Ik kan het beter met een kleer doen, maar deze heb ik toevallig even hier zo. Ik ga deze hierop plakken. Tissueetje, de lijmrestjes weg. Kijk, nou, dat plakt als een tierenlier. Helemaal geweldig. Het is natuurlijk geen kerstding, maar ik vond het wel leuk om het toch in de kerstsfeer te houden. Zeker omdat het ook bijna kerst is. En dan ga ik even kijken. Kijk, ik heb ze allemaal uitgestanst. En dan hoef ik ze alleen nog maar erop te plakken. Dit is een hele leuke ster. Die wilde ik eigenlijk bovenin plakken. En zo, er bovenop. Moet ik een klein beetje lager plakken. Zo. Nou, hoe leuk is dat? En dan heb ik hem een paar keer uitgedraaid. Dan ga ik even kijken welke ik er in wil hangen. Kijk. Nou, hoe leuk is dat, dat glitterpapier? Ik ben gek op glitterpapier. Kun je overal voor gebruiken. Kijk. Dan wordt het echt wel een beetje een soort kerstboompje. Alternatief kerstboompje. Deze plak ik hier. Even kijken wat ik nog meer wil. Ik heb nog zo'n sterretje hier, zo zie ik. Ik heb gewoon even een paar keer uitgedraaid. Ik dacht van nou, dan kan ik erin plakken wat ik wil. Een sterretje. En ik wilde hier ook nog wel eentje hebben. Even kijken, dat wordt dan zo'n langwerpig. Dat vind ik wel grappig. Zo. Nou, hoe leuk is dat? Ik vind het in ieder geval grappig. En dan heb ik natuurlijk mijn stempeltje nog. Daar pak ik wel even mijn stempelhulp voor.
Zo. Nou wil ik dat eigenlijk met een rode kleur doen. Dan moet ik even kijken of dat ik die hier heb liggen. Ik heb hier geen rood liggen, dus dat doen we dan. Kijk, wat heb ik nog meer? Oh, hier aged mahogany, die kan wel. Dit is namelijk een oxide. En oxides kun je ook gewoon mee stempelen. Dus die gaan we lekker erop doen. Nou, even kijken. Merry Christmas. Die plakken we hieronder. Even een beetje kleur geven. Het is de eerste keer dat ik deze gebruik. En hij is hartstikke leuk, die stempel. Een klein beetje zie ik. Nou, die gaan we even mooi afdrukken. Merry Christmas! Kijk. Dan wil ik de randjes nog een klein beetje aanzetten, want het labeltje is wel erg wit zo. Dus dat gaan we nog even doen. Stempeltje aan de kant. Stempelhoek aan de kant. En ik heb nog allemaal glitterpennen. Dan moet ik even kijken. Nee, deze is wel leuk. Dan altijd even een beetje schudden. En wat ik meestal doe is gewoon een oud papiertje eronder. En dan pak ik mijn glitterpen. Even zorgen dat hij goed kleur heeft. En dan zet ik hem langs de rand. En dan ga ik er overheen. Kijk, dat geeft een heel subtiel randje. Je drukt hem eigenlijk tegen het randje van het papier aan. En dan geeft hij gewoon een heel subtiel randje. Wel voorzichtig zijn natuurlijk, dat je niet uitschiet. Anders zit hij over heel je label heen. Deze randjes nog eventjes. En zo. En dan heb je dit rondje nog. Dat kan ook wel een beetje kleur gebruiken, vind ik. En zo komen de glitters uit het papiertje weer helemaal terug in het rondje. Je kan natuurlijk ook een rondje uitstansen van glitterpapier, maar dit werkt net zo goed. Nou, ik vind hem hartstikke leuk. Dus dit was hem weer voor vandaag. Morgen dan... is nummer 20 aan de beurt. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Deze is in ieder geval voor vandaag. En ik zie jullie dan weer de 22e, vlak voor kerst. Hele fijne dag verder. Tot ziens.